De IDB heeft een lening van $150 miljoen aan Suriname goedgekeurd ter ondersteuning van het openbaar bestuur en het transparantiebeleid. Dit project zal bijdragen aan de economische groei en fiscale duurzaamheid van Suriname. Het project Support to Public Management and Transparency Policies in Suriname zal de verantwoordingsmechanismen van de overheidsdiensten versterken. Verder zal het ook rapportagemechanismen over het beheer van de overheidsfinanciën verbeteren en kwetsbaarheden in het kader van de financiële integriteit aanpakken. Het inheems collectief Suriname, IKS, onder voorzitterschap van Lloyd Reed, heeft op 7 december in een presentatie op het kabinet van de president belangrijke voorstellen voorgedragen om te komen tot de duurzame ontwikkeling van de inheemsen in Suriname. De presentatie moet dienen als een grondslag voor een beleidsdocument. Hij benadrukte dat de inheemsen op een volwaardige manier willen participeren en deelnemen aan de economische activiteiten in het land. De regering wil naar uitvoering van het actieplan dat is samengesteld na de nationale dialoog met de verschillende groepen binnen de samenleving. Zo heeft president Chandrika Prasad Santokhi kenbaar gemaakt tijdens de installatie van structuur- en communicatielijnen met betrekking tot de nationale dialogen op maandag 11 december 2023 op zijn kabinet. Tijdens deze activiteiten zijn de prioriteitsgebieden van het actieplan met de aanwezigen gedeeld. Uit de gesprekken van de nationale dialoog is volgens het staatshoofd duidelijk de noodzaak van institutionalisering naar voren gekomen.